De Hoornstra Baja Bogger is een offroad race in Drenthe dat dit jaar voor de tweede keer werd georganiseerd. Na het succes van 2014 had de organisatie ook dit jaar weer een uitdagend parcours uitgestippeld, waarbij de offroad teams hun materiaal en vaardigheden ruimschoots op de proef konden stellen. De race werd gereden op een drassig maar uitdagend parcours waar de top van het offroad kampioenschap bij aanwezig was. De rally werd verreden op 5 en 6 november jongstleden, waarbij 45 teams aan de start verschenen, waaronder het Tielse EB Rally Team met piloot Ilko Becker en vaste navigator Sijbrand Boy. Na de eerste dag vroegen we aan Sijbrand en Ilko hoe het gegaan was. Een groot gedeelte van de etappe werd namelijk in het donker verreden. Top. Zo midden in de nacht. Ja, dat ging goed. Geen rare dingen. Wel even last zo in het donker. Dus, mooi. Nog een ervaring. Ja, in het donker, hè. Dat is altijd eventjes een beetje wennen. Maar we hadden gezegd, we rijden dit bij daglicht in 3 kwartier. En we hebben nu in het donker in 46 minuten gereden, dus we hebben niet zo heel veel tijd verloren. We hebben het goed gedaan, dus ja, goed, zwaar terrein, erg drassig, erg zuigend, maar ja, geen schade, auto doet goed, dus prima. De tweede dag verliep voor de mannen uit Tiel ook van een leien dakje. Het waren uitdagende en soms snelle, maar ook drassige proeven, een bijzondere uitdaging dus. Ilko Becker en zijn navigator Sijbrand Boy hebben deze baja de 7e plek behaald en verstevigde daarmee het overal klassement in het EBNK Offroad Racing Series. Tot zover deze rally update. Graag tot de volgende keer.